Om praten kon je me alles over jezelf vertellen. Ik weet niet eens wat je naam is. Het is Herman. Dacht dat ik iemand hoorde praten. Was jij dat? Ja, ik kan praten. Ik kan ook lezen. Weet je, ik heb best lang in dat ei gezeten en het was nogal saai. En eenzaam. Oh. Ik weet nog dat ik op een dag onder de school rolde. Ik kon de stemmen van de kinderen horen. En van de lerares. Die was zo warm en vriendelijk. Ik verheugde me elke dag op het begin van de les. A, B, C, D, E, F, G. Hoor je wel? Ik ken het alfabet. Niemand heeft me ooit gezien, maar ik weet dat ik een van haar beste leerlingen was. Oh, dat geloof ik meteen. Maar wat gebeurde er toen? Weet je, op een dag kwam er niemand. Ik was geduldig en wachtte jarenlang, maar er kwam nooit meer iemand terug. Oh, de school is jaren geleden gesloten. Dat was toen een slechte tijd voor ons stadje aanbrak. Er verhuizen zoveel mensen met hun kinderen dat ze de school moesten sluiten. Zeg, was jouw naam Herman? Yep, Herman J.J. Dragoni. Wat hou ik toch van lekker eten. En ik hou ook van jou, Tilly. Oh, Herman, ik hou ook van jou. Weet je, Herman, we hebben misschien wel een klein probleempje. Mijn oom Sint George is namelijk een... Sint George? De drakendoder? Sint George? Oh, Herman, niet die Sint George. Dat is een verre, verre voorvader van oom George. En die leeft al lang niet meer. Dan is het goed. Ik dacht eventjes dat... Maar Tilly, zei je niet dat je oom ook een drakendoder was? Hij vindt zelf van wel, maar eigenlijk, Herman, is hij zo'n goed en aardig mens. Je zult zien, als ik het hem vertel, dan zal hij net zoveel van je houden als ik. Mooi, mooi, mooi. Laten we het hem vertellen. Ik denk dat ik dat beter alleen kan doen, als soort van voorbereiding. Blijf jij maar hier, dan ben ik zo terug. Weet je, ik weet zeker dat hij zegt dat je mag blijven. Schatje, waar ben je geweest? Ik heb goed nieuws. Oh, het is een fantastische dag. Kun je dat weiland daar zien? Nou, dat is nog niks. Als de toren eenmaal gebouwd is, zal ik ver voorbij die heuvels kunnen kijken. En nog verder. Maar, oom Sint George, ik wilde alleen... Maar begrijp je het dan niet? Met de toren zal mijn oude zwaard eindelijk uitgedaagd worden. Toren? Maar waar heeft het? Goed zo, Tilly. Je begint het te begrijpen. Als ik eenmaal hoog in mijn toren zit, zal ik hem kunnen zien. En dan kan hij me niet meer ontsnappen, nietwaar? Nee, maar ik wilde u vragen. Oh, vraag maar raak, liefje. Ik heb alle antwoorden. Wat een dag. Ik vroeg me af. Er is een dier dat ik graag bij me zou willen houden, maar hij is een... Een huisdier? Natuurlijk een huisdier. Toen ik zo oud was als jij, had ik een grote oude kat. Een hele grote oude kat. Ik deed vaak alsof hij een kleine draak was. Stel je voor, een kleine draak. Ja, Tilly, het is goed dat jij je eigen draak hebt. Of een huisdier. Dan leer je om verantwoordelijk te zijn. Je zal voor hem moeten zorgen. Je weet wel hem eten geven en in het bad doen. Ik heb hem al in bad gedaan. En ik zal altijd heel goed voor hem zorgen, oom George. Dat is mooi, dat is mooi. Ga maar snel van je lieve huisdier genieten. Ik moet wat voorbereiden. Met de toren alleen ben ik er niet. Ik moet oefenen in de trap afrennen. Ik moet namelijk snel kunnen reageren. Wat is het toch een lief meisje. Waar was ik? Oh ja, mijn aanvalsplan is even denken.
ook. Tilly en Herman werden onafscheidelijk en brachten al hun tijd samen door. Elke nieuwe dag leek nog gelukkiger dan de vorige. Oké, jij verstopt je eerst en ik zoek je. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 5, 8, 9, 10. Ik kom, Tilly. Huh? Ik zie je. Tilly. Oh, ik denk... Ik ga vallen! Jeetje, Herman. Spijt me, hoor. Het spijt me. Nee, echt waar. Het spijt me echt heel erg. Het geeft niks, Tilly. Maar het is wel koud. Maar dat is toch onmogelijk? Hoe kunt u uw geld opgemaakt hebben? U had zoveel. Maar de stedelingen hadden meer en meer nodig. En... Mogelijk. U bent zo goedgeefs geweest en de stedelingen waarderen wat u gedaan hebt, St. George. Maar het is jammer dat het niet genoeg was. Helaas. Niet genoeg? U bedoelt... Ja, want het is helaas zo dat de wapenwinkel heeft moeten sluiten. En het ziet er naar uit dat bakkerij Schulz als volgende aan de beurt is. Nee, niet ook nog de oude bakkerij. De Schulzjes zijn ook niet de jongste meer. En kunnen om het maar niet te hebben over het loodgietersbedrijf van de Schmieds. Die kunnen het hoofd niet meer boven water houden. Oh, dat is vreselijk. Wat moeten we doen als ik maar... Ja, als we maar een beetje tijd konden winnen. Of een kasteel hadden. Ja, misschien is een lening op uw kasteel een idee. Oh, ik weet het niet. Hm? Ik moet ook aan Tilly denken. Het is een opgroeiend kind. Oh, maar natuurlijk. We kunnen niet van u verwachten dat u zoiets belangrijks als uw eigen kasteel opoffert. Maar een lening betekent niet per se dat u uw kasteel kwijtraakt. Gezondheid. Nee, dat is ook niet eerlijk. Nee, niemand kan zo'n risico van u verlangen. Het is een verfoeilijk idee. Niet waar, Wilner? Nee, dat is wat ik moet doen. Weet u het zeker? Ja, het moet gebeuren, want anders dan... Mooi, ik heb toevallig een beslaglegging. Ik bedoel een leningformulier. Teken dit maar. Wat? Spijt me, burgemeester. Grote stommeling. Ik moet het Tilly vertellen. Wat is dit treurig? Ja, u moet het dat lieve meisje vertellen. Dat geeft mij weer tijd en u weer wat tijd. Ik zorg voor de papieren en u voor de handtekening. Betekent dat dat we het kasteel niet krijgen? Sorry. Oh, hallo meneer de burgemeester. Kijk aan, daar hebben we het kleine meisje. Meisje, je oom wil je graag spreken. Je kan maar beter nu naar binnen gaan. Wilner! Huh? Kom al, burgemeester! U wilde me spreken, oom St. George? Ja, Tilly. Ik ben bang dat ik slecht nieuws heb voor ons allebei.
Het komt goed, oom St. George. Ik weet het gewoon, want alles... Luister, Tilly. We moeten de waarheid onder ogen zien. Ik moet je wegsturen, maar misschien is het maar voor even. Nee, dat kunt u niet doen. Ik ga niet. Net nu alles zo goed gaat. Net nu ik een huisje heb. Nee, Tilly. Je kan geen huisdier meenemen. Je tante heeft genoeg te doen. En het zou te veel gevraagd zijn. Ik weet zeker dat ze heel goed voor je zal zorgen. Oh, Tilly, het spijt me zo vreselijk. Maar ja, ik heb geen andere keus. Ik ben bang dat de mensen in de stad... Tilly, je moet begrijpen, als we nog meer inwoners verliezen... dan is het gedaan met de stad. Ik moet ze helpen. En dat betekent dat ik het kasteel op het spel moet zetten... en het overgebleven land. Maar betalen ze u niet terug dan? Als ze dat kunnen. Maar ik ben bang dat het heel moeilijk voor ze gaat worden. Zelfs met mijn hulp. Ik zou niet weten hoe ze... Hoe dan ook, het spijt me heel erg, Tilly. Ik moet het risico nemen. Het zijn mijn vrienden. Je begrijpt het toch wel, hoop ik, hè? Ik denk het. Ja, oom George. Ik begrijp het wel. Goed zo, meisje. Het spijt me echt, Tilly. Goed, ga dan maar. Ik moet je tante gaan schrijven. Oh, er is een wonder voor nodig. Maar ik wou dat Tilly bij me kon blijven. Herman is ziek. Haar eigen zorgen vergetend, weet Tilly dat ze hem onmiddellijk naar de dierenarts in de stad moet brengen. Het is echt een draak!